Vandaag gaan we proberen om de grootste iglo te maken van heel Nederland in een uur. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik denk misschien, Luc. Kan niet, vriend. Maar een uur, dat kan je alleen nooit. Klopt. Kan ik alleen ook niet. Dus ik heb versterking. Normaal intro op te nemen. Ja. Oh. We gaan proberen om een iglo te maken in een uur. We gaan beginnen. 3, 2, 1. Nee, doe nou niet, joh. Hier zo. Ja, man. Gewoon proberen om hier gewoon een groot. Kijk, ik ga wel even die cirkel maken. Dat proberen, dat gaat nooit lukken in een uur, bro. Dat is klein, hoor. Oké, nou ja, we gaan het wel proberen. Nee, we moeten het gaan opstapelen. Oh ja, en dan kunnen we er zo meteen van achter gaan pakken. We hebben geen tijd te verliezen, man. Kom. We willen er gewoon in zitten, hè. Chef D. Nou, dat gaat zo niet lukken. Nee. Wat een pang proberen wij ook, jongen. Ja, wordt dat nooit wat. Dit is maar wordt dit een muur of wat wordt dit? Het is een muur, natuurlijk. Oh ja, ga niet. Ruben, pak het grote werk. En jij gaat even sneeuwfras halen. Jongen, als we überhaupt al een cirkel hebben, dan vind ik het al knap. Ja. Ja. Maar dan maak ik zo'n thumbnail dat het een grote villa is gewoon. Ja. Hallo. Jullie denken deze gangster Sjaal is niet voor jou? Nee, zo ook niet voor mij, is wel even. Wat? Ik ben hier zo koud. Benieuwd, kerel. Je moet een beter, Ruben. Hier hebben we geen tijd voor. Welke kant gaat de cirkel eigenlijk op? Deze kant zo, hè? Kijk, hij gaat nu ben je bouwt de verkeerde kant op. Of gaan we daar langs maken? Ja. Oké, nou, we moeten dan wel doorwerken. Weet je wat? Ik ga wel sneeuw halen. Hey. Wil je daar ruilen van handschoen? Jij hebt iets dikker dan handschoen. Ik wil best wel ruilen van handschoen. Ze zijn klein. En dun zijn deze. Kijk dit, chat. Oh, mijn rug. Staat dit al? Nou, Luc, nu al. Luc. Nou. Ja, dit wordt een thumbnail. Treurig ding. Wow. We hebben een bank. Bro, beter gaan een heel dorp maken in 1 uur. Het gaat ons sowieso lukken. Wat doe je nou? Bro, dit is een deal. Wacht. Je verprust echt alles, altijd, hè? Wat is hier nou regel 2? Hè? 2, wees op je hoede, nee. Oh, ga jij weer? Nee. Oh, je brengt hem mee naar me toe. Ja. Ik wil even één stuk schuiven, maar jij kwam er alweer af. Hier, dit is open. Kijk. Hoe mooi. Ah. Bruh. Zijn daar ook gewoon schapen, man? Oh, ja, jongen. Ik ga zo meteen ons opvreten. Nee, wij vreten hun, man. Ja. Lekker broodje schapen. Nee, broodje schapen, man. Oh, gadverdamme. Dat is lekker, jongens. Ja, lekker, maar als je die van een schaap eet, dan is het helemaal niet lekker. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, Kawasaki is stripper cargo. Jullie denken misschien, er ligt nu helemaal geen sneeuw. Nee, want we zijn speciaal voor deze video naar IJsland gevlogen. Klopt. Ik woon daar. Maar dat wordt het toch? Nee, maar dit wordt. Maar hij moet groter, want we hebben. Het zijn 10 minuten beter. Dus hij kan best wel wat meer zo. Nee, niet doen. Nee, no. Luc! Zo kunnen we dit toch niet. Nee, kijk, dan zo. Moet je zo gaan zitten. Tuurlijk. Dat gaan we echt niet doen. Jawel. Nee, maar deze gaat groter, man. Ja. Hoe schuif jij? Ja man, deze kan ook wel een beetje groter. Nee. Wel. Die is te dik. Ja, dat is te dik man, dat zeg ik toch! We moeten het stevig maken man, want als het nou... Stefan, er komt nu in één keer direct een flits hier. Dan zijn we dood. Daarom, je moet hem wat meer omhoog houden Ruben. Bij bliksem moet het toch eerst warm zijn en daarna koud. Nee, kijk. Ruben, ik doe deze voor. Je gaat weer goed op weg. Ja, maak deze eerst maar. Kijk, wat je moet doen is wat meer zo.
Dit kunnen we gewoon zo opleggen. Zo, Luc! We moeten ook een deur hebben eigenlijk. Deur. Ik bedoel een gat. Dan gaan we eerst naar de kawaii en dan gaan we een deur. Een gat! Een deur. En dit is ook geen mooie ondergrond. Nee. Ik ga de ondergrond. Oh nee, dat moet als later natuurlijk. Ruben maakt dat. Ruben! Nee! Liberté. Weet je wel wat dat betekent? Nee. La liberté betekent de vrijheid. Ja, topper. Nee, Lotte! Wat? Ik ga hem met kast gooien. Rede snieën. Wat zei zij? Moeder bree en rede snieën. Ja! Hebben die verrekte grapjes weer? Zullen we kijken wat ze uitspoken? We gaan kijken wat ze uitspoken. Zo, we zijn gewoon in IJsland. IJsland is zo mooi trouwens. Ja bro, het lijkt net Dokkum. Ja. Het lijkt wel Dokkum jongens. Topper. Wat ben je ook een frappante, koele, gebakken regendruppel. Oké jongens, Ruben, we moeten door. Hey, Ruben. We hebben niet lang meer, hè. Ruben, je bent vies, maar ik doe gemener. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed herenigd. Voor mijn zonde af en toe gebeten. Ik ga uitneden voor een goede prijs. Zo koud! Waarom doen wij dit ook? Omdat wij in IJsland zijn. In IJsland moet je natuurlijk wel met sneeuw iets doen, want ja, het is sneeuwland. Sneeuwland? Nee, IJsland. Wij zijn in sneeuwland, jongens. Let's go. Waarom zijn we daar zo slecht voorbereid met deze plek? Ja, maar ja, ik ga zo meteen terug liggen, dus. We zijn hier voor 1 uur zijn we hierheen gegaan. Je bent vies, maar ik ben van menig. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was... Bijna! Nee! We zijn goed op weg, chat! Let's go. Hoe is het, waar is onze deur überhaupt? Wordt dit ons gat, zeg maar zo? Nee, jongen. Dit wordt ons gat. Dat wordt ons gat, natuurlijk. Oh. Beste kijkers. Weer een nieuwe vlog. Ik heb hier sneeuw. En dat kan zo in je mond. Mooi. Laten we eens proeven. Wat doet hij? We moeten wel... We moeten hier kunnen overnachten vanavond, hè? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Onze ticket naar Dokkum gaat morgen pas. Naar Dokkum? Hij gaat ook rechtstreeks naar Dokkum natuurlijk. Ja bro, ik heb privéjet. Die zijn dan op een weiland neer in Dokkum, zeg maar. Ja, dat weiland. Je bent vies, maar ik doe gemeen. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. Hoe lang zijn we ongeveer bezig? Weet ik niet. Wie heeft gekijkt even snel op de telefoon? Ik wel, want ik heb hem hier in de busje. Ja, doe maar. Het is 4:57. We zijn een half uur bezig. Dat betekent dat we over de helft zijn. We zijn ook over de helft. Dus ja, onze ding is ook over de helft. En als Ruben nou even stopt met eten ja. En even mee gaat werken, zou ik dat heel plezant vinden. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed herenigd. Voor mijn zonde zag en toe gebeden. Ik ga uitdelen voor een goede prijs. Ik ben het uitgeven, ze boeken mij. Van een alarm voor, zie je naar de achterkant. Dus ze komen via voor, maar wat dacht je dan? Voor die gold die... En intussen... Zijn we nog geen stap verder met onze iglo, want Ruben is nog steeds aan het eten. Nee. Een kwartier. Toch? Ja, daarom. Go snel. Yes. We gaan even een uitgebreide uitleg geven over... Ruben vindt het zo te zien echt een leuke video. Of sneeuw lekker ja, is. Ik zit nog liever thuis naast de kachel dan dit. Ja, dat is logisch, maar ja, hè. Ja, en de knol komt straks ook met de grootste video. Ik heb de grootste baby ooit gemaakt. Oh. Meiden is geknopt, Howard. Hou op. Weet je wat ik in mijn hoofd zie? Ik zie een... Nee, hoef ik niet te weten. Nee, hou op! Hoef ik niet te weten. Waar ga je weer sneeuw scheppen dan? Ik ga wel sneeuw scheppen. Ja, doe! Ja, met deze man. Maar nee. Ik wil gewoon... 10 cent. Dat is een grote geld. Ik heb al live gezien. Mooi dit.
het al. Jemig! Hier ligt nog veel. Ja, dat heb ik niet meer. Ik vind het zo goed dat het nu al een iglo is en dat we naar huis kunnen. Gauw op, man. Ik heb één keer gespeeld. Hier staat de kwerg. Jongens, wij maken de grootste iglo van heel Nederland. When the weather outside is, weet ik niet. We hebben het over. En Ruben die hier nog steeds naast camera staat, bijna te huilen en sneeuw aan het eten. Hoe lang is de kok en hoe lang is Sjan? Ga dan daar achter sneeuw staan eten, dan is er tenminste nog toevoeging voor de video. Ja. Meer. Ja, stop. Stop! Nee! Hier. Ja, daar. Precies daar. Nu sneeuw eten. Adieu. More than you could ever know. Gaat des te minder stevig dat het wordt, hè? Dus. Ja. Jij doet even zo en ik sla hem even zo aan. Ja? Want dit zit los, zie je dat? Oh. Nee, dat gaan we hier niet zeggen. Dat vinden we niet plezant. Oh ja, zie. Yo, het is de Brad hier. Ik hou van de video's van Luc Houweling. We moeten sowieso nog een hele coole thumbnail maken. Zullen we dat eerst even doen? Crazy. Dat was nou. Kom door. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken hoor, maar. Oh. Misschien ga ik hem ook wel op mijn kamer hangen. Ja. Wat gebeurt hier? Engel bewaarde bestaan. Ik weet nu. Daar ligt bro ook. Dat is niet de bedoeling, jongens. Excuses voor het ongemak. Het is inmiddels dus... Het is inmiddels ook donker, hè? Besef, toen we begonnen was het... Toen begonnen was het nog licht. Vandaan hebben we alle Luc Houweling meetings hier. Sven, blijf volgende week in de agenda. Ja, joh. Ja, Sven, boeken vast met een ticket. Ja. Ja, ik denk dat alle kijkers denken, oh my god, Luc, dit was het uur zo vaak. Ja. Oh jongen, de achterkant krakt alweer in. Yes. Jongens, dit was onze 1 uur durende iglo. Mag ik erop gaan zitten? Mag jij erop gaan zitten? Tuurlijk niet. Nee.